Ambtenaren in dienst van het ministerie van Openbare Werken, OW, hebben vandaag geprotesteerd bij het hoofdkantoor van het ministerie. Het gaat om ambtenaren die ruim 10 maanden hebben gewerkt, maar niet hebben ontvangen. Een deel van deze groep bestaat uit personen die een brief heeft ontvangen om thuis te blijven. OW-bondsvoorzitter Michael Salons zegt dat de recentelijk geïnstalleerde commissie evaluatie personeelsaangelegenheden de zaak van deze ambtenaren niet als prioriteit stelt. Ik wil dat als prioriteit. En als ik de enige ben, ja, dan weet je, zeg, dan verlies ik mijn krachten binnen de werkgroep. Wat doet men? Zaken die ook afgehandeld moeten worden, ja, ik zeg niet dat de mensen hun zaken niet afgehandeld moeten worden, maar dan gaat men net bij huldigingen. Ja, we kunnen huldigingen doen, ja. Waarom niet? Ja, maar die mensen die gehuldigd moeten worden, ja, een paar zijn al overleden, een paar kregen hun pensioen, dus ze kunnen toch naar de winkel, alhoewel pina, ja. Mensen met benoemingen, die benoemd moeten worden, die kregen al hun geld, ja, maar die moeten even nog wachten, vind ik. Laten we die mensen afhandelen die helemaal geen cent kregen, maar te werken wel, ja. En die werkgroep heeft geen open oor van me wat dat aan gaat. Op een gegeven moment moest ik de laatste werkgroepvergadering van dinsdag jongsleden opstaan, ja, en zeggen, ik ben zo boos geworden in die werkgroep en ik heb die vergadering verlaten, hoor. Ik heb de mensen daar gezegd, en dat waren mijn woorden, jullie zijn geen mensen, ja. Want ze weigeren dat stuk gedipeerde ambtenaren zaken afhandelen, ja, te nemen op als agentpunt. Salon zegt dat minister Riyad Noor Mohammed niet op de hoogte is van wat er is gebeurd. Dat bleek vandaag toen hij de ontevreden ambtenaren te woord stond. De bond hoopt dat deze groep ambtenaren voor de kerstdagen op de loonrol wordt gebracht. Er zijn mensen die misschien elke dag een kippenpoot hebben gegeten, maar in december een drumsteen eten. Ja? De rest daarboven die mensen weigert op de loonrol te brengen, die eten kalkoen. Ja, dan mogen die mensen die al 10 maanden thuis zitten, niet eens een kippenpoot eten of een drumstick. Nou, aan ook kan toch. Zijn we mensen in het leven, man. Ja, het is iets dat ik mezelf altijd vraag. En daarom heeft de werkgroep gezegd, jullie zijn geen mensen. Michael Salons, bondsvoorzitter van het personeel van het ministerie van Openbare Werken. Ontevreden ambtenaren hebben vandaag hun misnoegen geuit bij het hoofdkantoor van het ministerie aan de Jagannath Lajmanstraat.